Sich. Wir sehen, wir haben Link. Ich weiß nicht genau, ob es könnte elektrisch oder elektrisch oder nicht. Ja, zumindest Gang schalten. Ich finde, die meine Tourmeister, die sind dann. Ja, die hydraulisch ist. Die DM90. Ja. En dan gaat het maar helemaal. Hij heeft dan net een tweecilinder gasmaaier gekocht. Een stuk rustiger dan die eencilinder hier. Oh. Daar is de tweecilinder gebleven. Hij is een eencilinder. Ja. Ja, een achtklepper. Nee, helemaal vier takken. Wat? Een vier takken. Wat is dat? Wat is dat? Der Schreck der Island da besser. Ja. Der hier. Bei mir hier. Bei mir hier. Schiff hat er gerade Folge aus. Ja. Hat der Lukas Michael gesagt. Das ist ein Heavy-Bagger. Wo ihr diese Fleck als je dan naar de... Ja, dat was heel onderbouwd. Dat verbaasde me.
möchte eigentlich nicht mehr. Das ist viel zu verstehen. Ja. Ein Wagen vielleicht vorne, aber der Rücken nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch 8 Plätze. Nee, ich muss nicht mehr. Ich habe keine Idee, wenn ich möchte hier stehen kann, einfach die in den Bereich. Und das ist ein Ding, das auf der einen Seite der Mitte noch mal in der Hand. Ich hatte noch noch. Ich habe eine gute Gaststube oder so. Later, okay. En nu komen we 3 uur later aan het hotel. Nee.
fährt ja mit 16 Zentimeter los. Schmatschbühr. Da haben wir vor uns vier Straßen mit hydraulischen Jahren. Je kunt er ook niks veranderen, dus je rijdt.
Ja, er rijdt nog best veel in. Ik heb er eens op te zoeken, maar de hoofdlijnen, daar rijdt echt nog wel een fatsoenlijk hoog beter op. Dat is vrij, ja, dan niet echt tegen. Het is allemaal wel gestrekt en het zijn geen half uur diensten meer, maar het komt wel ergens. Ja, dat hebben die provincies ook nodig, want er is natuurlijk al een loop van... Nee, je hebt die ene spoorlijn en dat dingetje is tevoren en verder heb je niks. En de provincie Friesland is wel over mooi met hoor. Dat valt helemaal niks tegen. Mijn vader is jarenlang heeft het een Spotify gehad toen hij in de Q-Hill staat. Toen mochten we ook af, mochten we, dat deden we wel thuis en die ook bepaalde dingen niet praten. Dus toen bij Connection. Ja. Nou, die ging dat toen net rijden. Ik merk wel dat hij alles zei, ja. Come on.
Meestal sluit ze het dan af in die garage. Geen idee. Stuur je meer aan of meer alleen? Ik zag altijd helemaal achteraan dat ik daar sta. Oh, ik vond echt een pole position. Ja, dat hebben we voor ook vaak een speciaal stuk voor premium leden. Ja, ja, precies. Ja. Klopte de pijl op het display van de oudste
Waren ze ook geraakt? Nou, ik kon het niet helemaal goed zien wat er precies gebeurde, maar in ieder geval kwam die tot stilstand al helemaal aan het begin van het perron. Ja. Ik denk 20 meter perron in of zo. En er was een. Uiteindelijk was er een harde paar politieagenten op het spoor. En die kwamen met een soort kreupelde zwerver kwamen ze dat spoor overlopen. Dus ja, wat er gebeurd was, weet ik niet. Maar in ieder geval. Niet helemaal volgens de regelen beter. Nee. Hij heeft meer dan het, dus we moesten even vertrekken. Dat we het heel meemaken, dat straks als hele tijd verkeerd aangesteld. Dat was ook zo, want dat was ook die S9. Ja. Oh. Dus dat was vlak voordat jullie er waren, dat die niet deed. Ze wisten dat wij kwamen, dus toch gauw even gelijk en van de kant gerold. En dat is zodat jullie nu ook. Ja, ja, precies. Ja. Die beurzen die dus helemaal elkaar niet kunnen reizen, dus mensen mij veel plezier hebben.
even. Yeah.
Dat ik stuur, waar zijn jullie nou? We waren toch in die trein, maar ik vond nog miniatuurtreintjes in de... Daar gaan we nog. Dat was wegens misdragingen gearresteerd is. En paniek uitgebroken is in die app. Ja, we laten tijd dat we daarbij een miniatuurbaan staan. Stegen. Ja, ik heb niet aan kaas gekocht, ik had een paar wat die denkt dat
het zou kunnen, maar dan moeten we ze genereren bijvoorbeeld met, dan moeten we natuurlijk een nummer geven. Nee, maar hier is gewoon een bericht sturen dat die met een vrijwilligers kortingscode heeft. Dat is natuurlijk wel een tikje van 10 euro, die heb ik wel vergeten vind. Ja, maar dat die kan bijbetalen of anders zou worden kan annuleren. Nee, dat gaan we niet met 10 euro. Nee. Dat staat ook bij het principe. Er zijn onmenselijke toestanden ontstaan met die fietsen. Ja.
de deur ging open en meteen stond er zo'n venijnige bejaarde, zijn fiets daar al in te lachen. En de conducteur die ging meteen met zijn armen wijd daar in die deur staan, want die wist ook hoe laat het was kennelijk op station De Bos. En een geschreeuw, ja, het was echt absurd. Maar ja, die lui die staan er natuurlijk al weken maanden op dat station als je daar twee fietsen niet in één kwijt kan. Dan duurt het wel even voordat je een keer mee komt. Ja, maar ja, lees je ook even in. Rustig. Ja, als je dan maar één dag gemiddeld per bus kan ondervangen met dit apparaat. Ik denk dat er per dag wel 2500 euro aan chipkaart
gaat dat in betalen? Nou, als je inderdaad één dag per jaar kunt zorgen dat het wel werkt in plaats van niet, dan heb je het ding wel betaald. 28 keer. Dat is wel een mooie ontwikkeling. Dus als we dat leveren, dan lever je de 725. Dan heb je nog 10 jaar lang het onderhoud ervan. Ja. Eigenlijk dat is het interessante, want na 2 jaar vervalt de verliefdgeld. Ik hoor steken, dus een foto is nog links. Ik heb die kaartjes voor de dieselplaats opgevangen. Oh! Nee, dat is op deze plaats ook. Oh, dat is zo. Geregeld, want ik heb wel stommige drink van die stomme. We hebben zitplaats geleid. Ja, gereserveerde zitplaats. Dat is wel netjes. Ja, nou ja, dat voorkomt. Je hebt wel bij dat soort lijntjes dat er een aantal van die hobbyisten. Ja. En als iedereen aan de kant staat te drukken om. Bejaarden en hobbyisten. Kosten wat het kost ergens. Kijk, die tickets zijn vandaag bij elke post thuis bezorgd. Nee, digitaal zo hard. Ja, digitaal in rijden. Ja, dit is een USB-stick, dat is niet uitgeprint. Maar die RB waar we dan op overstappen, die hadden alleen maar een aanstelling op die museumlijn, of niet? Ja. Ik zat het station ook eens opzoeken en er vertrok helemaal geen trein in de hele. Ja, er zit een soort verlengstuk in die lijn en die rijdt alleen op het moment dat dat museumlijn rijdt. Het is natuurlijk wel heel netjes dat ze het openbaar vervoer gewoon aansluiten op zo'n museumlijn. Dat zou je in Nederland natuurlijk ook niet. Het museumlijn doorrijden naar Brussel, want het wel bediende station. Nee. Dat zijn volgens mij ook nog hele grappige dieseltreintjes, want dat zijn van die unieke, ze worden de walvissen. Oh ja. Omdat ze zo'n rare vorm hebben. Ja. Dus het is een eendelig dieseltreintje. Ja. Een soort raar ontwerp. Eendelig dieseltreintje. Mm-hmm.
eigenlijk helemaal klaar bent en dat het bestuur dat jouw ding niet is, dat is prima. Nou, en juist daarom gingen we naar de hervorming van de SSF techniek kijken. Ja, maar ja, als we het al over hadden toen in die vergadering ook natuurlijk, op wat voor manier dat opgegeven kan worden. Ik heb ook wel eens tegen een sessie van, joh, dat je met het museum niks meer hebt, dus is dit prima. Ik zei van, ik wil je ook wel best gewoon, maar dan ben je geen vrijwilliger meer, maar gewoon, wil je het willen met je aanvragen, dan word je gewoon betaald. Dan gaan we je gewoon inhuren, ik bedoel, we huren een tunnelman in, we huren een stratenmaker in, we huren een schilder in. Nou, dan huren we ook gewoon. Ja, maar hij wil het wel gebeuren. Dus bouwen we samen met jou. Ja, hij wil, maar toen zei ik tegen hem, zei dat kan, want toen met die veto. Ja. Ik zei, dat is goed, dan gaan we het samen doen, dan moeten wij samen 190.000 euro op tafel hebben. Ja, ik kom wel aan 95.000 euro. Dat had mij wel gelukt, dat ik 35 vragen had. 60.000 vind ik. Niemand stond er negatief tegenover toen ook. Op die manier een constructie te denken. En ik weet ook zeker dat Ronald van 95.000 euro had gehad. Die twee die zijn zo zuinig als wat en zo bang als wat. Ja. Hij heeft het bedrag niet genoemd, maar hij heeft wel eens verteld dat ze. Nou, zoals hij het vertelde, ging het ruim over de ton spaar. Ja, maar hij is ook 2000 man. Gewoon geen andere dingen te doen. Nee, precies. Hij zit met zichzelf. Hij is nu ook weer niet blij met zijn werk. Hij weet gewoon niet wat hij wil. En hier loopt een vaatverstoking. Hij zat al een tijd niet meer op zijn goede plek bij SS. Ja, bij het cursus en zo. Ik vind het heel raar dat hij op die zegt van met zijn opleiding. Het is het beste zo, maar had gewoon eerlijk moeten zijn. Hij gaat op alle manieren de confrontatie uit. Ja, maar ik voel het ook van Ronald. Dan wil je het zoeken, dan wil je niet dat je mensen dan een veel van 2 weken voor je als lesbiet draait. Ja. Dan zie je ook allemaal mensen. Ja, ik had ook een mic over, misschien moet ik maar gewoon niet gaan. Ja, dat inderdaad, ja, want dat was toch uitgenodigd natuurlijk. Ja, en ik zeg tegen gewoon dat ik het er niet bij heb. Ik moet gewoon scheiden van elkaar, het museum en. Maar Wesley heeft ook een contact met hem gehad, toch? Ronald heeft grappig bedoelde filmpjes naar hem gestuurd een paar weken terug. En ik geloof niet dat Wesley echt gereageerd heeft. Maar ja, Wesley heeft weer nooit gereageerd. Nee, want ik heb ook allerlei Wesley Wilders heb ik even verslagstukken van mijn vlucht die naar Kota. Dus daar heb ik allemaal dingen van nooit meer op gereageerd. Ja, dat is Wesley. Ja, volgens mij is het een beetje hele vlucht in Dakota gemaakt. Ja, dat zal ik ook nog even verslagstukken. We zitten niet in zo'n andere setting. Nee, het is ook een beetje. Maar dat komt nog niet door, vaak op je gisteren. Nee, ja, straks wel. Nee, maar straks als we in Michels. Ja? Wie is dat? Godver, daar zijn we nu. Dit was het ding. Toiletten. Michels, dat zijn we. Oh, dit is Michels al wel. Oh, we hebben er nog uit. We delen niet op toiletten, joh. Kies.
ja nicht, nirgendwo Netz. Was? Nirgendwo Netz hier. Schlecht. Die beiden sind noch nicht. Was? Ja.
Ja, auf YouTube.
YouTube. Was muss ich da eingeben? Also einfach Air Mo, also Englisch Air. Luft, also Air, ja genau. Und dann Mo, M-O. Also Air ja. Und dann M-O. Genau. Und dann ist, und ich heiße Transporter Radio. Ein, also Air Mo. Air Mo und ich heiße Transporter Radio. Regio? Ja. Also Air Mo und Regio, oder wie? Ja. Okay. Und ihr kennt euch schon lange, da habt ihr das ja, sehr gerne. Damals auch seit knapp 2 Jahren. Ja, toll. Aber das ist schön mit der Karte. Er wohnt in Bayern und ich wohne in Bad Wittenberg. Also in Hamburg, ab und dann in der Richtung? Ich wohne in München. Also ich dachte jetzt hier im Bayerischen Odenwald. Den gibt es ja auch. Stimmt, stimmt. Ja, freilich am Mopper in Bayern. Das ist ja gleich um die Ecke. Mhm, das ist ja so ein Kreis. Und lieber mache ich mal in Württemberg, das ist gleich hier. Aber da kommen wir jetzt in Allgäu. Also Wunsch, ganz im Bernhard da die Ecke. Ja, so. Eisenart. Also Isria, Bangen. Isria, also Wunsch dann Richtung Jungfalls. Wo ist das? Das ist auf der österreichischen Seite, das ist so eine Enklave. Kennst du Oberstdorf? Oberstdorf, ja. Wenn du von Kempten Richtung Oberstdorf und dann sich nach Süden bewegst, Richtung österreichische Grenze. Ah, okay. Aber das ist nicht da, wo du bist. Nee. Du bist mehr in Memmingen. Ja, ist Kempten Wangen oder so. Kempten Wangen ist. Wangen, ja, das kenne ich. Herrgards Wangen. Wangen. Ja. Das sagt, also, das also bei der Grenze so. Bayern, Österreich. Ja, ja. Aber das ist nicht Richtung Füssen, gell? Ja. Nee, Füssen ist die andere. Das ist die andere Richtung, das ist doch Südwesten. Ja, genau. Richtung Oberstdorf, ja. Ja. Ja, ja, genau. Wie hoch liegt denn das Wangen? Keine Ahnung. Ihr wisst doch nicht. Nee. Nee. Also das München so. Nur ganz steil an. Nein, ist das Nebelort dann vielleicht bei Oberstdorf? Ja, ist ja IC 20, 50. Echt? Ist ja Oberstdorf. In der Nebelhorn, ja. Ja. Auf Hannover. Ja, der IC Nebelhorn. Ja. Wie? Oberstdorf Hannover? Ja, den IC Nebelhorn. IC Nebelhorn, das ist ja schön. Mit der C-Wagen. Es gibt auch den IC 2013 Oberstdorf Dortmund. Oberstdorf Dortmund? Ja, IC 2013. Ach, wie heißt der Name? IC? IC 2013. 2013. IC gibt's nicht, da gibt's leider kein Diesel-IC mehr. Den gab's früher mal, den, ja, den, genau. Den Typ, der fuhr von München nach Zürich und dann irgendwann nach Hamburg, Kopenhagen. Ja, 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 den gab's auch mal. ICTD. Ja. Ah, Wahnsinn, den haben sie den abgeschafft. Ja, leider. Schade. Der war gut. Habt ihr da mal eine Community geschrieben, ob man da wieder was einführen kann oder? Regt er die Bahn da an, dass ihr, dass da mehr Projekte kommen, die nach euren Vorstellungen? Nee, tatsächlich. Wisst ihr, dass er sehr viel schreibt in diesem Kommuniqué? Nee, schreiben tun wir kaum. Wir machen nur Filme. Achso, ich dachte, ihr tauscht das auch aus in der Community, also im Internet. Ich schreibe Kommentare in Videos. Ja, ja, okay. Instagram und so. Ja. Ich dachte, ihr gebt dann so Anregungen an den Verkehrsminister, dass dann, was da sozusagen noch gemacht werden muss. Mhm. Aber ich glaube, in der Politik ist das sehr frustrierend. Ja. Weil jeder weiß es besser und das ist nicht gut. Ja. Also ein Ehrenmo, das kann man merken. Ja. Transporter. Transporter. Ja. Ehrenmo, genau. In Leerzeichen, als wäre das richtig. Das hätte ich jetzt zusammengeschrieben. Und der ist so. Ja, genau. Ja, super. Train Spotter Radio. Also Train Spotter Radio. Ja, das ist gut, ja. Ja, wir fahren jetzt zurück nach München und München, ja genau. Ach, ihr wohnt beide in München, ja? Er wohnt in Eisenach, der übernachtet bei mir heute, weil es da länger hin dauert. Ja, da. Ja. Der geht schnell der Regionalzüge nach München und nach Eisenach nicht. Da würdest du heute Nacht erst ankommen, wahrscheinlich. Ja, also Mitternacht oder so. Ich war seit gestern bei mir. Wenn wir früher raus konnten, dann kommen wir früher nach Frankfurt und wollten eigentlich mit den Wasserstoffzügen fahren in Frankfurt. Gab es aber nicht. Wir waren am Flughafen und sind mit dem Skytrain gefahren. Ja, ach komm, echt? Ja. Diese Minibahn da. Ja. Und, ja. Ah.
und dann jetzt hier. Ja. Das war der Plan. Also das heißt Trade Quarter, ja? Ja. Danke! Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, Ihnen auch, danke. Danke. Ciao. Ciao. Scheiße, Alter.